Archeologen van ingenieursbureau Mug Utelike hebben in Verwet een wichtig fiendsdienst. Bij een opgraving op een terp vonden ze een lichtsmetalen voorwerp dat na een naironde ziek in Sannem kletsievoetje bleek blikte werd. Uh, het was eerst nog de vraag wat het exact was, maar na, na, na de onderzoek is uitgekomen dat het dus een voetje is waar aan de onderkant van een speer die gebruikt is om over sloten heen te springen. Uh, naast dat het als een speer is gebruikt. Dus twee functies heeft het gehad. We weten het uh, onder andere vanuit teksten en vanuit uh, afbeeldingen. Bijvoorbeeld uh, de kerk van werd. Daar is een uh, afbeelding uit de 14e eeuw waarin een voorbeeld staat van een uh, van een, een Kletsia heet dat, uit, uh, een Fries, het Friese woord. Hoewel dit nou duidelijk is, werd het voedsel verbruikt waard, wie dat net voor het dadelijk het geval. Het idee was eerst dat het een reiskandelaar was, um, totdat een conservator van het uh, Fries Museum um, heeft geconcludeerd dat het gaat om een wapen om um een polsoeksfeer, om precies te zijn. Um, en dat, uh, door dat onderzoek heb ik eigenlijk kunnen afleiden dat wij hetzelfde object hebben gevonden. De Kletschia is exclusief voor het middeleeuwse Friesland en had net de archeologen in directe link een of Fries fenomeen. Firojappen. Dat is wel het idee, ja. dat het een typisch Fries uh, fenomeen is. Dat, want we vinden het namelijk nergens anders op het moment. Um, dus daarom denken we inderdaad dat het een, een, een bewijs is voor het ontstaan van Furieëppen. Vier, vier in totaal binnen de nou seis foodjes bekend. Fjouder van binnen het Fries Museum, de het wij in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. De Vindstijd in Verwedien is Gieterrekennen.